als ik muziek speel, dan voel ik niet zoveel. Dan is muziek gevoel, zeg maar. De rest bestaat niet. De wereld gaat op pauze of zo. Muziek is magie. Muziek is life. De eerste kennismaking met muziek, dat was toen ik 2 jaar was. 2,5, zoiets. Het eerste wat ik me herinner. Mijn vader die nam bandjes op van de LP's uit zijn collectie. En ik ben opgegroeid naar zijn jukebox. En dat zijn de eerste dingen die ik nog weet. En mijn eerste instrument kreeg ik toen ik 2 jaar en 2,5 was. Van mijn oma, van Sinterklaas. Heel klein rood pianootje. Showde dat ding over me naartoe. Nee, muziek is altijd wel aanwezig geweest. Het verlangen om muziek te gaan maken, dat is nooit ver weg geweest. Ik heb verschillende periodes gehad waarin ik verschillende andere dingen wilde gaan doen, maar ik kwam altijd weer terug bij de muziek. Redelijk druk als kind. Veel praten tegen mensen, iedereen die me wilde luisteren, zonder me af te vragen of die mensen dat ook wel interessant vonden. Ik was een ADHD'er. Geen gebrek aan energie. Ja, het heeft mijn leven wel beïnvloed in die zin dat ik redelijk druk was, redelijk chaotisch. Ik was daardoor geen superstudent, een beetje matig. Heb hard moeten werken voor het beetje resultaat wat ik had. Dus ik weet al wat het is om daarvoor te moeten knokken. En juist muziek geeft mij iets waar ik wel goed in was, terwijl je zo matig bent in al die andere dingen. Dus iets om naartoe te gaan. Wie ik ben. Wat voor werking heeft het? Ik ben ik, weet je. Ik heb wel veel energie. Het ontbreekt me dan niet aan. Als we optreden, dan spring ik op en dan vlieg soms de kruk om en soms klim ik bovenop dat ding. Is dat ADHD? Misschien. Ja, hoort bij mij. Het is niet een carrière die je kunt plannen, die je uit kunt stippelen. Ik ben er per ongeluk in terechtgekomen via een jam sessie. En via die jam sessie ben ik bij een band beland, viel een pianist uit op een groot evenement in Engeland waar ik in mocht vallen en waar ik weer mijn oude helden mocht ontmoeten. Zoals? Ik heb een van degenen die ik zal blijven onthouden is Hayden Thompson. Dat is een van de mensen die vroeger op de bandjes stond. Van mijn vader. Ja, en dit was een geweldige man. Zijn er nog andere waar je mee samen hebt gewerkt? Zeker, Art Adams uit Indianapolis. W.S. Holland. De drummer die 40 jaar lang heeft gedrumd voor Johnny Cash. Heel veel. Vooral het weg zijn van huis en niet thuis zijn is moeilijk, omdat ik nogal huismus ben en ik ben graag bij mijn familie en ik hou daarvan. Ik mis bijvoorbeeld mijn oma's, ik heb mijn oma's verjaardag gemist toen ze 80 werd. Want ja, spelen voor 10.000 mensen of naar oma's verjaardag. En die keuze die zou makkelijk moeten zijn, want ik weet goed wat ik wil. Maar als je 1 keer afzegt voor zo'n groot evenement, kan de band niet spelen. En dan hoef je ook niet te verwachten dat je terug kan komen. Dus de muziek neemt je leven over. Ik heb begrafenissen gemist. En ja, dat is wel een constant gevecht of zo. Maar de positieve die winnen het van de negatieve. MUZIEK.
ouders die hebben me gelukkig wel altijd gestimuleerd met de muziek. Dus ook toen ik serieus ervoor wilde gaan, stonden ze erachter. Want dat niet bij iedereen wordt dat gestimuleerd. Dus die verdienen heel veel krediet dat ze mij echt daardoorheen gesteund hebben. Op momenten dat ik weg moet zijn van huis en zo, de minder leuke dingen beschouw ik het als werk. Maar je moet het niet te veel gaan zien als werk, want muziek is leuk, het is een voorrecht om het te mogen doen. Het moet vooral een hobby blijven en een passie blijven, en dat lukt alleen als het een hobby is. Dus het is een behoorlijk uit de hand gelopen hobby waar ik toevallig mee geld mee kan verdienen. En dat wil ik zo gaan, als het even kan.